Net zoals elk jaar vond ook dit jaar weer de vossenjacht in het centrum van Oosterhout plaats. En wij van Vita TV doen daar voor jou weer verslag van. En zoals je mooi kan zien komen hier alweer twee prachtige vossen aan. Hallo. En mevrouw, wat vindt u nou zo van de vossenjacht? Het bevalt me uitstekend hoor. Ja. Ja? We hebben al lekker gegeten en een ijsje als toetje op, dus het is allemaal prima. Ja. Ja, wordt u ook al goed gevonden door de leerlingen? Vooral in het begin toen we bij de V&D zaten, bij Laplace, toen waren we aan het eten. En toen waren we eigenlijk wel te makkelijk te vinden, dus toen zijn we naar de markt gegaan. En dan loopt er inderdaad kindjes voorbij van die wel kijken, maar niet durven te vragen. En dan hebben ze ons niet gehad. Ja, jullie vallen natuurlijk ook helemaal niet op, hè? Nee, het valt best mee. Dus vandaar dat ze mij, een aantal leerlingen mij wel herkennen, maar niet allemaal. Want ik geef ze niet aan alle klassen les, dus dat is wel eens moeilijk voor ze. En dan durven ze het ook niet echt hardop te vragen. Ja, goed, ik moet ze even vinden. Nee, we doen geen interview. Nee, doen we geen interview? Nee, we doen geen interview. Nee, ja, u wel. Ja hoor, ik praat altijd. De schande kan toch niet groter worden. Nou ja, hoe bevalt het u nou zo? Als... Nou, het is in ieder geval warm. Kleed het een beetje af. Want het is wel de bedoeling dat ik niet te dikke kont hierin heb natuurlijk, hè? Ja, het is allemaal relatief natuurlijk. Nee, dat is hartstikke leuk. We hebben bergen en dalen, zullen we maar zeggen. Fijn, dankjewel. En jongens, is het eten een beetje lekker? Ja, is lekker. Ja? Ja. Ja? En wat vinden jullie tot nu toe van de vossenjaar? Gezellig. Vertel eens wat je er dan zo gezellig aan vindt. Gewoon met mensen al lopen. Gezellig. Ja, u heeft denk ik wel een van de betere plekjes van... De beste plek. En wij waren hier al vroeg. Want wij waren bang dat deze zeer goede plek zou worden ingenomen door onze concurrent vossen. Ja, ja dat zeker. U heeft zeker ook lekkere drankjes. Nee hoor. Nee? Heeft u dan niet heel veel dorst al? Nou, wij slaan er ons wel doorheen hoor. Dus we hebben net van deze mevrouw van dit café een heerlijke bitterbal gekregen. En wij hebben hier achter deze kaart hebben wij twee alcoholvrije biertjes staan. Oh, alcoholvrij wel. Ja, want wij moeten natuurlijk het goede voorbeeld geven voor de jeugd. U bent populair. Ja, we zijn populair. Ja, zeker met het funkpetje, hè? Ja, dat ziet er goed uit, hè? En heb je de achterkant van mijn jasje al gezien? Nee, ja. Je zit hier ook weer lekker te eten, zie ik. Ja, heerlijk. Dat... Vaste prik, hè? Heerlijk. Oeh, het geluid zit erom vallen. Anders hou je het niet vol. Ja, het eten heeft u wel nodig, natuurlijk, hè? Ze zijn heel anders. Ze vergeten hun spreuk. Ze vergeten ons te vragen, Olbert, waar is uw hoofd? En dan weten wij het niet meer. Dan weten wij niet wat we moeten doen. Hallo. Ik zie dat u dit jaar het kippenpak heeft gekregen. Ja, ik heb hem gekozen. Oh, u hebt hem gekozen? Ja. Ik heb vorige keer van meneer het dorst gehoord dat hij wel lekker warm is. Het is heel erg heet. Maar het is wel mooi, toch? Ja, dat zeker. Dat zeker. Wordt u al goed gevonden? Ja. Na afloop van de vossenjacht verzamelden alle eerste klassers weer in het park. Van daaruit werd gezamenlijk teruggelopen naar het Olbert, waar de avond werd afgesloten met het eerste gezellige schoolfeest van deze leerlingen op het Olbert. Dit was deze aflevering van Vita TV Special weer. Wil je nou meer weten over Vita TV, dan zal je even onze social media of website in de gaten moeten houden. Heel graag tot de volgende keer bij Vita TV.